Vanaf datzelfde balkon flirtte ik een hele poos later met Deolinde. Een meisje dat 3 of 4 jaar ouder was dan ik en in een huis in een parallelstraat woonde, de Travessa do Collalo, waarvan de achterkant van de huizen uitzag op de achterkant van ons huis. Voor alle duidelijkheid moet ik erbij vertellen dat het nooit een echte verkering is geworden, of wat toen verkering heette, met een formeel aanzoek en min of meer duurzame belofte. Wil je met mij gaan? Als je bedoelingen eerlijk zijn, wel. We keken vaak naar elkaar, gaven elkaar tekens, kletsten van balkon tot balkon, boven de binnenplaatsjes en de waslijnen, maar verder niets van belofte en zo betreft. Ik ben een paar keer bij haar thuis geweest, ze woonde geloof ik bij haar grootouders, schuchter en verlegen zoals ik was, maar tegelijk vastbesloten om er alles of zoveel mogelijk uit te halen. Het werd niets. Ze was zeker knap, had een mooi rond gezichtje, maar tot mijn afschuw waren haar tanden rot en bovendien dacht ze waarschijnlijk dat ik te jong was om haar gevoelens aan mij te verpachten. Ze amuseerde zich een beetje met me bij gebrek aan een geschikte pretendent. Maar ze vond het jammer, of ik moet me wel heel sterk vergissen, dat het leeftijdsverschil zo goed te merken was. Op een bepaald moment zag ik af van de onderneming. Haar achternaam was Bacalao, stokvis. En kennelijk toen al gevoelig voor de klank en de betekenis van woorden, wilde ik niet dat mijn vrouw door het leven zou gaan met de naam Deolinda Bacalao Saramago. Deolinda Stokvis Ramenas.